Oeniedorp is dominee Nicolaas Schermerhoorn herdacht. De rode dominee is al meer dan 60 jaar dood, maar zijn gedachtegoed lijkt nog altijd springlevend. Hij is niet dood, hij leeft. Nou, dat mag je wel zeggen. De enorme opkomst op zo'n dorpje, dat komt van het hele land. En familie, oud-strijders, wordt goed vertegenwoordigd. Ja. Ik vind het gewoon ontzettend interessant. Het is zeg maar mijn wereld van vroeger. Hij werd de rode dominee genoemd, samen met een aantal anderen, omdat ze de 5K's bestreden. En de 5K's zijn allereerst het antimilitarisme van de krijgsmacht, het kapitaal, het koningshuis wat het kapitaal ondersteunde, de kroeg wat de arbeiders nog armer maakte, maar ook de kerk die mensen opriep voor de strijd, voor de oorlog. Het milieu waar ik uitkom, waar was het in militaire dienst gaan, was niet aan de orde. Dus ik heb mezelf ook toen voorbereid om dienst te weigeren. Maar om de een of andere duistere reden wilden ze me helemaal niet hebben. Hebben ze me niet eens gekeurd. Dit is in wezen geen dominee. Maar dit is gewoon iemand die dus het algemeen belang meer dient dan onze lieve heer. Geen antimilitarist. Maar wel dus vegetariër en drankbestrijder. Dominee Schermerhoorn is nog steeds omstreden. Dat bleek wel bij de aanmeldingen voor de herdenking vandaag. Ik heb al een paar mailtjes gehad van mensen die zeggen denk een beetje om wat je zegt, want Schermerhoorn had voor- en tegenstanders en we moeten wel een beetje een leuke middag meemaken. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. En dat geeft ook aan hoe het nog leeft. Ja, mijn moeder is de laatste die dominee Schermerhoorn bij leven en welzijn gekend heeft. Ik ben ook wel stom verbaasd dat er nog zoveel mensen zijn die zo geloven in het gedachtegoed. Leuk en eervol, denk ik. En hoe gaat het de komende 100 jaar? Ja, want het de komende 100 jaar, als ik even in zijn geest mag spreken, is het de macht en de kracht van het geweld wat gaat zegevieren. Of de kracht en de macht van de liefde. Daar mogen jullie even over nadenken. Ja.